Eigenlijk geen idee. Spreken Nederlanders een beetje juridisch? Ladder. Recht van een ladder in je nylon. Flikker op met die ladder. Ik denk dat als een schilder door zijn ladder zakt, wie dan aansprakelijk gesteld moet worden. Nooit van gehoord. Domicilie? Ik moet een beetje aan de kerk denken. Iets met je huis. Klinkt als een ziekte. De plek waar je dus op dat moment woont. Weer wat geleerd. Weet jij ook niet wat juridische woorden als ladderrecht, domicilie en moratorium interest betekenen? Wat een lastige woorden allemaal. Voor iedereen die geen juridisch spreekt, vraag het DAS.